Ja, joh, ik heb het ontzettend druk. En ik was zelfs aan het twijfelen, zou ik nu komen, zou ik niet komen. Ik heb gewoon dingen te doen. Ik krijg hier weer een e-mail binnen. Ja, ik vind het een beetje lastig. Ik voel me ook niet zo echt. Ja, ik voel me best een beetje opgejaagd. Ja, ik merk dat je hier fysiek aanwezig bent. Dat is heel prettig, maar ik geloof dat je in je hoofd met je aandacht nog bij de zaak zit. Wat ik je eigenlijk zou willen vragen is om heel eventjes een moment te pakken om gewoon ook met je aandacht hier te komen. Ik zou eigenlijk willen vragen, leg je telefoon heel even op tafel. En ik zie dat je een kopje koffie hebt meegenomen. Ik neem dat je de bedoeling was dat je die zo dadelijk ging nuttigen tijdens ons gesprek. Maar Dat wel, af en toe ja. is een slokje, maar ja, wat krijg je er dan voor mee? Ja, weet ik eigenlijk niet. Het is. Ja. Nou, wat ik je zou willen vragen om nou even op een hele bewuste manier stil te staan bij dat kopje koffie. Daar is even je aandacht echt op richten. Zou je dat willen doen? Ik wil dat proberen, natuurlijk. Oké. Dan zou ik je willen vragen om je ogen dicht te doen. Eerst even het kopje vastpakken, is dan wel zo handig. Even je ogen dicht doen. En probeer eens even te richten op wat voel je nou in je handen? Voel je de warmte van het kopje? Ah, ik voel de warmte zo op de toppen van mijn vingers. Voel je de zwaarte? Ja, ik voel dat ik wel een bepaald gewicht in mijn handen heb. En breng hem nou eens naar je gezicht. En blaas er eens een beetje in. En voel je hoe die warmte over je gezicht strijkt. En breng hem nog eens dichter bij je neus en ruik eens. Om eens heel aandachtig te ruiken. Wat ruik je nu? Ik ruik de room, de melk, de. En vervolgens wil ik, misschien een beetje vreemd, maar hou hem eens bij je oor. Een kopje cappuccino, flinke schuimlaag. Wat is er te horen? Ja, zo belletjes of wat. Ja, heel lichtjes. Alsof het schuim borrelt of zo. Ja. Wat ik je nou tenslotte wil vragen, is ogen open te doen, even naar te kijken. Kijk eens naar het kopje, kijk eens naar de schuim. Alsof het de eerste keer is dat je naar een kopje kijkt en naar de koffie kijkt. En neem er nou eens een slokje van en probeer eens echt te proeven wat er allemaal voor smaaksensaties aan zitten. Wat proef je nou allemaal? Ja, zo'n melkachtige smaak. Ja, de koffie natuurlijk. En het voelt zo ook schuimerig in mijn mond aan als ik dit zo. Ja. Oh, kijk aan. Mag je hem even neerzetten? En je merkt dat het een hele andere manier is van dingen doen, hè? Veel meer met je aandacht bij dat kopje koffie. Wat merkte je zelf? Nou, ik zal eerlijk met je zijn, het is de eerste keer dat ik dat op deze manier doe. En kijk, als ik vaker op kantoor zit, dat is computer is aan, mobiele telefoon. En ja, je drinkt gewoon de koffie als een beetje als gewoonte. Zo, ja, oké. Het is een aparte gewaarwording om dit even zo te doen. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, en wat ik je eigenlijk vandaag zou willen aanreiken is juist wat meer handvatten, hoe je ervoor kunt zorgen dat je wat meer met je aandacht in het hier en nu zit, hè? Ik hoor je vaak bezig met de toekomst van de zaak, maar ook het verleden, dingen die anders hadden gekund. En het is natuurlijk ook wel prettig om gewoon wat bewust te kunnen zijn van de ervaringen die op dit moment te beleven zijn. Ja, dat is iets waar ik niet zo bij stilsta. Zo in mijn hoofd, ik ben veel op in de toekomst aan het werken. Hè. Zo, ik heb een hele to-do-list wat zo afgewerkt moet worden en daar ben ik dan zo op gefocust. Vind je het goed als we nou een oefening gaan doen om juist proberen die vaardigheid om wat meer in het hier en nu te zijn, eens wat verder te gaan ontwikkelen? Ja? Ik wil het best Kijk proberen. maar Het eens. is wat nieuw voor mij, oké. Ja. Ja, geef het eens even de ruimte en het is ook aan jezelf om te voelen van, nou, misschien voel je wat irritatie. Nou, sta er ook eens bij stil dan. Ja. Oké.
dit is weer een oefening waarbij ik je wil vragen om je ogen dicht te doen. Niet zozeer vanuit het spirituele, maar het is wel handig om daarmee je aandacht wat meer op jezelf te kunnen richten. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Wil ik je vragen een aantal keer diep in en uit te ademen. En richt eens al je aandacht op je adem. Wat ik je nu wil vragen is langzaam met je aandacht je lijf langs te lopen. Te beginnen bij je voeten. Wat is daar te voelen? Wat zijn daar de sensaties? Ik voel wat tintelingen in mijn voeten. Okay. Alsof er iets stroomt. Oh. Richt nou eens je aandacht op je benen. Wat daar te voelen. Hoeft niet per se iets aanwezig te zijn. Ik hoop even als je aandacht erop richt. Ik voel de zwaarte van mijn been. Oké, de zwaarte. Richt nou eens je aandacht weer wat hoger op je buik. Wat is daar te voelen? Een bepaalde spanning, wat krampachtig. Kijk. Best. Ja, een soort opgejaagdheid. Opgejaagdheid. Was je daarvan bewust toen je hier binnenkwam? Niet op deze manier. Ja. Nou, ik wil je heel even vragen om je aandacht te blijven richten op je lijf. Mm-hmm. Richt nou eens op je borst. Wat is daar te voelen? Ik voel mijn hart. Ik voel je hart. Wat voel je daaraan? Een vrij harde hartslag, vrij, ja, niet echt rustig of zo. Oké. Okay. Richt nu eens je aandacht op je armen, je schouders, wat is daar te voelen? Mijn schouders niet echt, maar zo een beetje aan het begin van de nek zo, merk ik wel wat lichte steken. Lichte steken. Dus, kijk. En als laatste wil ik je vragen, richt je aandacht eens op je gezicht, op je voorhoofd. En dus daar te ervaren. Ik voel de spanning in mijn kaak. Mm-hmm. Nou, wat ik je nu wil vragen is om je aandacht van je lichaam te verplaatsen naar je gevoelens, je emoties. Probeer eens even stil te staan. Wat gaat er nou in je om? Wat voel je nou? Merk je dat er in je omgaat? Ja, een spanning en een nervositeit. En laat dat er ook maar gewoon zijn. Je hoeft er niks mee. Verzet je er niet tegen. Probeer er gewoon eens bij stil te staan. Oké. Okay. Ik merk het ook. Warmte over mijn hele lijf voelt niet zo prettig. Een beetje beklemmend gevoel. Ja. Wat ik je nou wil vragen is je aandacht te verschuiven naar je gedachten. Wat gaat er nu op dit moment allemaal door je hoofd? Moet ik eerlijk zijn? Ik heb nog zoveel te doen. Zoveel te doen. Ja, ik heb nog zoveel dingen af te werken voor vanavond. En dan merk je dat je een beetje wat meegesleept door die gedachten. Wat ik je wil vragen, probeer gewoon bewust te zijn wat in je hoofd gaat. En laat het maar gewoon langzaam voorbij stromen. Je hoeft er nou niks mee. En als laatste wil ik je vragen om stil te staan bij wat voor handelsneiging heb je nu? Wat zou je nu graag willen doen eigenlijk? Het liefst opstaan, naar huis gaan en achter mijn bureau kruipen en verder doen met mijn agendapunten die echt af moeten. Ja, dat is gewoon doorgaan hoor ik je zeggen eigenlijk.
Ja, ik kan niet anders. Het moet gewoon af. Oké. Nou, wat ik je nu wil vragen is weer je ogen open te doen en je aandacht weer te verbreden naar deze ruimte. En dan ben ik wel benieuwd, hoe was dat zo voor je? Hoe zit je hier nu bij? Je merkt dat er van alles in je gaande was. Yes. Nou, het is alsof ik gewoon helderder kon voelen en kon zien dat wat nou ja, in mij gaande is. Ja, dat ook eigenaardig, want ik sta niet zo stil. Ik heb me ja, die neiging om te ontdekken. Ja, en dat is precies wat ik je nou eigenlijk zou willen vragen voor de volgende keer. Als je merkt dat je weer in die do-modus zit, hè, ik moet nog dit, nog dit, nog dit. Dat je dan voor jezelf eigenlijk probeert deze oefening te doen. Hè. Sta je als even stil bij je adem. Richt dan je aandacht op je lichaam. Vervolgens op je emoties. Op je gedachten. En op je handelsneigingen. Wat zou je willen doen? Mm-hmm. Probeer eens bewust van te worden. En ga dan verder aandachtig verder met je dag. Mm-hmm. Dat je niet blijft doorrennen. Maar dat je tijdig reageert op de signalen die je krijgt. Mm-hmm. Zou je dat eens kunnen proberen? Ik wil dat zeker proberen. Ja. Nou, dat vind ik een mooie insteek. Dan ben ik benieuwd hoe je volgende week wat je ervaringen daarin zijn.